Goedenavond. Positieve reacties op het advies van de commissie Alders. Vanmiddag werd bekendgemaakt dat de luchthavens in Lelystad en Eindhoven zo'n 70.000 vluchten moeten overnemen van Schiphol. Dat is nodig om de nationale luchthaven te ontlasten. Tijdens een persconferentie gaf Hans Alders aan dat Schiphol tot 2020 mag groeien tot maximaal 510.000 vluchten per jaar. De verdere groei van het vliegverkeer moet worden opgevangen door regionale luchthavens, zoals Lelystad. De directie van Lelystad Airport zegt blij te zijn met het advies, want het betekent erkenning van de status van de luchthaven. De gemeente Lelystad en de provincie Flevoland laten weten dat er wat hen betreft niet gewacht hoeft te worden. Voordat Lelystad Airport de vluchten kan overnemen van Schiphol, moet er volgens minister Eurlings nog wel veel geregeld worden. Zo is er nu bijvoorbeeld nog geen luchtverkeersleiding in Lelystad. Er moet nog heel veel gebeuren. Niet alleen de luchtverkeersleiding, dat is nogal vrij snel te regelen, mocht het aantal vluchten toenemen op Lelystad. Maar natuurlijk ook het hele juridische verhaal. We hebben eerder bij de Raad van State problemen gehad. Daarbij, vind ik ook, moet de provincie daarin worden meegenomen. De mening van hoe we het moeten doen zal ook met name van onderop moeten worden gehoord. Ook is nog niet bekend hoe de 70.000 vluchten van Schiphol verdeeld moeten worden. Ik kan het nu nog niet zeggen. Ik ga me daar met de collega van Milieu en de rest van het kabinet rustig over buigen. Wat is mogelijk, onder welke voorwaarden, ook in welke ingroeiende tijd. En ik heb vandaag gezegd tijdens de persconferentie dat wij bij de luchtvaartnota aan het eind van dit jaar hier nader op zullen terugkomen. Dus juist omdat het zo van belang is dat dit soort afwegingen goed worden gemaakt, nemen we even de tijd om het zorgvuldig te doen. Eurlings komt eind dit jaar met een voorstel. Wel is duidelijk dat de minister het advies van Alders ondersteunt over een belangrijkere rol voor het vliegveld van Lelystad. Ik denk dat het duidelijk is dat Hans Alders zei dat je niet de ene kant van het advies rond Schiphol kunt hebben zonder ook de andere kant van het advies, een stuk uitplaatsing naar andere locaties, serieus te nemen.